We hebben 64 partijen, dus echt inclusief de jeugd. En 18 profwedstrijden. Dus het zijn best wel veel partijen voor een avond. Gisteravond was er voor het eerst in 4 jaar weer een groot kickboxgala in de stad. En daar kwamen honderden bezoekers op af in de Sporthalle Zuid. We zijn eigenlijk vroeg begonnen met dat programma. Met de jeugdvechters. Er stonden echt heel veel talenten. Dus vanaf jeugd tot aan amateurs. En dat hebben wij bewust gedaan om ook startende wedstrijdvechters de mogelijkheid te geven om op zo'n groot podium te vechten. Maar ook profs natuurlijk. Ja, zeker. Zoals je ziet zijn we nu met het Glory-programma bezig. Dat is een hele mooie samenwerking, samen met Infusion en Glory. Dus het is goed bevallen en we kijken uit naar meer. Een van die profs is zwaargewicht Tariq Osaro, die al 2 partijen voor Glory heeft gevochten. Hoe is de spanning? Die is er niet. Daar waar je normaal gesproken moeilijk kon slapen en eten, heb ik dat veel minder en geniet ik van het hele proces. Osaro moest de ring delen met Abderrahman Barkouche uit Bosselommer, die vaak wordt onderschat. Omdat ik klein ben, dik ben, denken ze van ja, deze jongen, wat komt hij hier eigenlijk doen? Ik heb altijd de pech dat ik klein ben. Dus. Osaro won de wedstrijd uiteindelijk op knock-out. Is het nu over? Nee, dat niet. Kijk, het is natuurlijk balen. Hij baalt natuurlijk als een stekker. Hij had natuurlijk winnend hier in Amsterdam in zijn thuisstad zijn partijen willen afsluiten. Maar ook dit hoort erbij. Hij heeft nu verloren. Kwestie van de wonderlikken en weer aan de slag. En gaan we weer naar de volgende. Jay Overmeer is ook een van die vechters. Zelf ziet hij veel potentie om kampioen te worden. Ik wil natuurlijk wel aan iedereen laten zien hier in Amsterdam hoe goed ik ben. En de mooie technieken laten zien. Je wordt een beetje vergeleken met Rico. Zie jij daar wat in terug? Niet in mijn vechtstijl, maar als we met hetzelfde betalen als hem, zou goed zijn. But you can see how he mixed everything very well, from his boxing to his kicks, his knees. Overmeer domineerde 3 rondes lang en won uiteindelijk het gevecht op punten. Dat was blij, hè? Tuurlijk, man. Mijn hometown en iedere support hoorde ik, dus het was goed, man. Echt heel goed. Had je het niet een klein beetje anders verwacht, de voorspelling? In de tweede ronde hoopte ik hem neer te slaan, maar het is gegaan zoals het is gegaan. En nu heb ik gewoon een hele mooie show aan de kijkers gegeven, dus daar ben ik heel blij mee. En dan die knie. En dan dus.